Het is echt om te kijken hoe we de creativiteit van start-ups, maar ook al het kapitaal wat hier nu verenigd is tijdens de Start-up Fest, of we dat misschien kunnen inzetten voor de wederopbouw van Sint Maarten. Prins Constantijn en de plaatsvervangend commandant der Nederlandse strijdkrachten doen hun oproep vandaag tijdens een grote bijeenkomst voor start-ups die zich inzetten voor een betere wereld. Volgens de prins zetten ondernemingen zich nu ook al in voor Sint Maarten. Maar er kan nog meer gebeuren. Het is al een start-up die heeft geholpen om überhaupt in beeld te brengen van waar de vernietigingen plaatsvonden, waar de zwakke punten zijn, waar de voorraden nog liggen met het gebied van met drones en met data-analyse. Dus dat gebeurt al. Er is al een start-up die heeft zonnepanelen geleverd die specifiek daarvoor voor toepassing zijn. Dus het gebeurt al en dat willen we nu willen we versnellen. En willen ook dat die jonge bedrijven hebben vaak niet de toegang. Dus nu willen ze toegang geven om met die ideeën ook te komen bij de mensen die beslissen over de investeringen hierin. Belangrijk ook is dat er niet alleen naar de korte termijn wordt gekeken. Prins en leger roepen bedrijven ook op om met ideeën te komen die eraan kunnen bijdragen dat als er een nieuwe orkaan overraast, de schade beperkt blijft. We kunnen het eiland weer opbouwen. Dat gaat allemaal prima lukken. Over een paar jaar hebben we weer een hurricane. Begint het weer van voren af aan. Dus hoe mooi zou het zijn dat we het eiland gewoon meer weerbaar maken. In zowel die eerste fase na een hurricane, tijdens de hurricane. Om te voorkomen dat we het überhaupt weer moeten opbouwen als zeg maar een stip op de horizon. Het Delftse bedrijf Bluerise reageert enthousiast. Het wekt energie op uit de oceaan om zo weer elektriciteit te maken en is al actief op Jamaica en Curaçao. En nu wil het ook op Sint Maarten gaan helpen. We zijn natuurlijk heel goed in de Nederlandse waterbouwsector, de offshore. Dus wij kunnen dit eigenlijk als geen ander helpen bouwen. En als je daar op die locatie iets kan bijdragen, tegelijkertijd ook de educatie en de training eromheen kan voorzien, dan biedt dat heel veel perspectief, ook voor werkgelegenheid lokaal.